Sander Voets, eerder al vijfde, vandaag vierde. Ziet u dan een tevreden of een balende Sander Voets? Een klein beetje van beide natuurlijk, maar vooral heel tevreden. Vooral heel blij. Hele goede proef gereden, denk ik. En als ik het goed gezien heb, is het degene die het commentaar, of het, waar ik de eerste dag het meeste commentaar van kreeg en de laagste punten. Of die mij in ieder geval in de score het meeste drukte, daar stond ik vandaag op zilver. Dus dan heb je denk ik een enorme groei gemaakt in een wedstrijd die zo groot is. Waar je toch debuteert op zo'n spelen. En als je daarin zo kunt groeien, dan denk ik dat je daar heel tevreden mee mag zijn. Maar ze zeggen altijd, de vierde plaats is de meest ondankbare. Die wil niemand. Ja, ik zo voelt het nog niet in ieder geval. Tuurlijk had je het heel graag een medaille gepakt. Maar goed, je kunt beter vierde worden dan vijfde of zesde of zevende of achtste, toch? En over je kuur vandaag, was je tevreden? Ja, super. Meestal in het stappen blijft mijn paard een klein beetje terug en wordt hij een beetje traag. En we hadden er heel erg aan gewerkt de afgelopen dagen om hem heel goed naar voren te houden in het stappen. Dat hij heel overtuigend zou stappen. Dat kan hij gewoon heel erg goed. En nu had ik in de uitgestrekte stap een heel klein dribbeltje. En dan, dat is dan niet goed natuurlijk. En ik denk dat hij het brons kost. Maar je kunt het niet heel erg vinden, omdat het resultaat is van de training die natuurlijk heel... je hebt dat expres zo getraind, dat hij daarin ook naar voren blijft. En als hij dan net iets te veel naar voren is in de proef, dat is jammer. Maar daar moet je ook niet boos om zijn. En hij deed daar gewoon hartstikke hard zijn best. Ik had hem net ietsje meer lucht mogen geven op dat moment. Maar als dat het enige is, dan ik ben gewoon super blij met mijn proef. Als je terugkijkt op de speler die er voor jou nu op zit, wat voor gevoel heb je dan? Ja, ik wilde hier drie proeven rijden zoals ik ze nog nooit gereden had. En de eerste was een klein beetje op safe. Daar hadden we het doel even bijgesteld, omdat het qua teamresultaat vooral belangrijk was om foutloos te rijden. Dus daar gingen we niet voor het allerbeste. En dat lukte toen, dat doel is gehaald. De tweede proef ging ook gewoon ontzettend goed. Die proef ligt me niet zo heel goed. En die ging nu gewoon hartstikke goed. En die kuur ging beter dan ooit. En dan heb je je doel bereikt. En als daar dan geen medaille in zit, dat is kloten, maar mag ik dat zeggen? Ja, ben je blij dat je dit alles nu gewoon hebt meegemaakt? Ja. Zo hier, zeker hier in Londen, met deze sfeer. Ja, zeker. En het is heel bijzonder als er zoveel mensen komen kijken die heel dierbaar zijn. Familie en vrienden en andere mensen die dicht bij je staan gewoon. Ja, je hebt echt een fanclub, hè? Ja. Echt super gaaf dat je de baan uitkomt en ze staan daar allemaal. Maakt dat het af? Ja, absoluut. We gaan er één op drinken.